boswachter in de klas. Hey, hallo en welkom bij het leukste natuurprogramma bij jou op school. Gewoon tijdens de fruithap. Vandaag hebben we een uitzending boordevol troep en rommel, helaas. We gaan het hebben over afval in de natuur. En niet alleen afval van ons, maar ook afval van bijvoorbeeld de bomen. Dode takken, dode dieren, noem het maar op. Evert-Jan, die heeft volgens mij een beetje opruimwoede. Dat is wat ik begreep, dus we gaan eens even kijken. Evert-Jan, waar zit je? Boswachter op locatie. Ja, een van die plekken waar je eigenlijk altijd afval vindt. Dat zijn parkeerplaatsen bij natuurgebieden. Eigenlijk heel, heel, heel raar. Maar gelukkig komen er af en toe zulke gekken als ik om dat dan weer op te ruimen. Jammer dat het nodig is, zeg ik altijd. Oh god, ja, deze ook. Er zit zoveel energie in zo'n blikkie, maar er zit altijd net te weinig energie in om hem ook nog in de vuilnisbak te gooien. Dat is een beetje jammer. Dus er moet nog meer energie in. Kijk, als je dan wil roken, oké, moet je helemaal zelf weten. Ik zou het niet doen als ik jou was, maar neem dat spul dan mee naar huis. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 50, 51, 52, 53. Nou jongens, ik ga het bos in. Ik wil ook nog een stukje wandelen vandaag. Gaan jullie mee? Ja, ik ben inderdaad in het bos, dat klopt. En ik heb inderdaad ook al door mijn opruimwoede wat spullen opgeruimd. Helaas dat het nodig is. Maar ik wilde eigenlijk vandaag met jullie die twee dingen even naast elkaar leggen, want de natuur zelf maakt ook een hele hoop rotzooi. Dit bijvoorbeeld, dit is dood. Dood hout. Moeten we dat niet opruimen? Al die bladeren, wie ruimt dat op? Dode vogels, nou, noem maar op. En dan hebben we natuurlijk nog van onszelf, nou ja, dat ga je straks helaas wel zien. En dat gaat echt om blik. Kijk, dit soort blikjes, die vind je bij parkeerplaatsen, ook in het bos. Even lekker biertje gedronken, gooi dat nou gewoon in de afvalemmer. Maar plastic flesjes, die zie je ook heel veel. En ik denk van, die moet je inleveren tegenwoordig, want er zit statiegeld op. En wat we ook heel vaak tegenkomen, jullie weten allemaal nog wel, we hebben zo'n pandemie achter de rug of zoiets. En toen hebben we allemaal van die dingen op onze snuit gedaan. Nou, en die kom ik nog steeds tegen in de natuur. Dat je denkt van, hoe dan? Waarom? Neem dat lekker mee naar huis. Ja, en inderdaad, wat ik al eerder zei, als je dan wil roken, moet je helemaal zelf weten. Maar neem dan echt die pakjes, neem die gewoon mee naar huis. Dit hoort echt niet in de natuur. Zit plastic op, zit karton op. Gooi dat nou gewoon in de vuilnisemmer. Ja, wat je dan ook nog wel af en toe tegenkomt, waarom? Het pakketje pak je toch thuis uit. Wat moeten wij met karton in het duin? Of in de natuur, of in het bos? Niet goed, gewoon weggooien. Ja, en dat je een keer een kopje koffie haalt bij een tankstation of waar dan ook en dat je die opdrinkt tijdens een wandeling. Ja, helemaal prima. Maar die koffiebeker, neem die mee naar huis en gooi hem daar in de afvalemmer. En dan heb je nog iets anders, wat je heel vaak tegenkomt in natuurgebieden. En dat is koeienpoep. En koeienpoep, is dat nou ook afval of is dat geen afval? Dat gaan we onderzoeken, want volgens mij is het geen afval. Ja, dat is inderdaad een hele hoop afval wat wij produceren en wat dus helaas ook in de natuur terechtkomt. Nou, daar kan je zelf ook wat aan doen door gewoon eens af en toe een vuilniszak en zo'n knijper, papiergrijper, prikker, hoe je hem ook noemen wil, mee te nemen en dan gewoon lekker gaan wandelen. Ik ga nog even een stukje doen. Ja, een kauwgom. Oké, ik snap het wel. Lekkere frisse adem. Maar als je dan uitgekoud bent, spuug het dan niet op straat, maar doe dat gewoon in een afvalbak die in de natuur staat. Mop van de week. Ja, daar is hier weer de mop van de week. Even tijd voor gemaakt. Man, wat een afval. Hey, maar het is geel en het hangt achter een auto.
een banaanhangwagen. Echt hè, een banaanhangwagen. Duh. Ik weet zeker dat jij, of jij daar achter in de klas, jij hebt vast wel een hele, hele goede mop. Nou weet je, overleg gewoon met de klas, stuur hem op naar mop, apenstaartje, boswachter, je weet wel, die met die 8.nl. En wie weet zit jij met jouw klas volgende keer in de uitzending met mop. Nou, laten we ook maar meteen verder gaan met het gevonden voorwerp. Het gevonden voorwerp van deze week. Nou, even Jan, laat het maar zien. Oh. Gevonden voorwerpen. Ja, inderdaad, een heel bijzonder gevonden voorwerp. Wat volledig past in de uitzending natuurlijk. Maar ik heb hier koeienpoep gevonden. Ben jij zelf ook vast wel eens tegengekomen? Misschien, heel misschien, heb je er wel eens stokken in gestoken. Want dat zie ik heel veel kinderen ziek doen. Moet je me nog een keer vertellen waarom je dat doet trouwens. Dat is me nog niet helemaal duidelijk. Maar dit is inderdaad koeienpoep. En eigenlijk, net als onze poep, is poep afval. Maar afval hier in de natuur. We hebben de rest hebben we zo net allemaal opgeruimd. Plastic, blik en ijzer en allerlei andere dingetjes. Maar die poep, die laat ik liggen. Dat is juist heel interessant. Maar ik ga hem wel even omdraaien. En wat zien we dan aan de onderkant? Moet je eens kijken, al die larven. En we zien hier zelfs het holletje van een muis. Dus die muis heeft hier ook van meegegeten. En ik zie al verschillende schimmels erop groeien. En dat is juist het leuke van dit. Die schimmels en de dieren die er omheen leven, die gaan dit weer opruimen. En die gaan dat weer hergebruiken. Dus dit is eigenlijk al een mini kringloopje op zich. Die koeienpoep is dus goed voor de natuur. Dat voedt weer heel veel dieren, dus ik leg het even weer netjes terug. Ja, dit hoeft niet opgeruimd te worden. Heerlijk, ideaal. Koeienpoep. Ja, we staan bij een kale kastanjeboom inmiddels. Al het blad ligt inmiddels op de grond. Dus ik pak er even wat bij en je ziet ook de kleur is er volledig uit. Het is mooi droog aan het worden. En dit blad, daar vind je dus straks in het voorjaar niks meer van terug. En hoe kan dat nou? Stel je voor, dit is je slaapkamer. En hoef je niks aan te doen, dan is je slaapkamer over een paar maanden gewoon helemaal opgeruimd. Wat heb je daarvoor nodig? Moeder natuur en schimmels. En bissenbedden. En andere dieren. Maar wat gebeurt er nu? Die bladeren liggen op de grond. Die worden opgegeten door onder andere pissebedden. Sommige bladeren hebben schimmels in zich. En dan komt een paddenstoeltje op groeien. En zo wordt alles weer afgebroken. En dan komt het weer in de bodem terecht. En dan kan volgend jaar die kastanjeboom alles weer opnemen. Opgeruimd staat netjes. En wacht, kijk, hier heb je... Dit zijn geen schimmels, maar dit zijn paddenstoeltjes. Eens kijken... En dit is de gewijswam. Gewijswammetje in dit geval. Prachtig. Maar die maakt dus dat dit hout, nou laten we zeggen over een jaar of 10 volledig verdwenen is. Opgelost, opgeruimd. Prachtig. Alles wordt weer herbruikt. Ja, takken in het bos. Vroeger zag je dat bijna niet. Want vroeger is de tijd geweest, daar gingen ze dus alle takken verwijderen uit het bos. En dan was het bos nagenoeg aangeharkt. Dus het moest er netjes bij liggen. Nou, tegenwoordig weten we beter dat... Juist door al dat dode hout, want dat is het, er heel veel beestjes extra kunnen leven. En die beestjes, dat is weer voedsel. En die beestjes, wat ik net ook vertelde, die eten dus al die bladeren en die dode takken en ander afval eten ze op. Als we dit heel voorzichtig even eruit halen, dan hebben we een mooi voorbeeldje laten zien. Het is wel heel koud, dus als het... Ja, kijk eens, de pissebedden. En pissebed is bij uitstek een heel mooi voorbeeld van een van de beste opruimers in de natuur. Die pakt de bladeren, die pakt het zachte hout en daar gaat hij lekker van eten. Dus hier moeten we zuinig op zijn. Kijk, dit was eerst een hele gezonde, mooie berk. Maar die heeft zijn werk gedaan, dus die gaat dan uiteindelijk... Heel veel bomen in de natuur op een zeker moment dood. En dan komt er een paddenstoel op. En dat is een heel mooi voorbeeld van ook opruimen. Paddenstoel is de vruchtlichaam van een schimmel. Dat hebben jullie in de vorige aflevering geleerd. En wat ze dus doet, is opruimen van dood hout. Maar zo zie je dus dat in de natuur alles keurig netjes opgeruimd wordt. En eigenlijk
Er wordt heel vaak gevraagd, hoe lang duurt dat dan? Nou, dit kan je vanuitgaan dat als zo'n boom 30 jaar is, dan duurt het ook ongeveer 30 jaar voordat die is opgeruimd. Maar wat dacht je dan van onze eigen spullen? Hoe lang duurt het bijvoorbeeld dat een bananenschil is opgeruimd? Of een blikje, of een stukje glas, of een plastic fles, of een stuk karton? Nou, gelukkig gebruikt de moeder natuur alles weer opnieuw, dus jij mag beslissen welke kringloop jij het beste vindt. Ik weet het wel. Nou, als het goed is, zitten jullie ook lekker aan het fruithapje. Ik ga ook zo een sinaasappel eten. Alleen ik wil er nog wel wat van zeggen, want ik zie wel eens bij een bankje of zo, zie ik dan die sinaasappelschillen liggen, of mandarijnenschillen, of zelfs bananenschillen. En ik hoor mensen wel eens zeggen, joh, dat maakt toch niet uit. Ja, het maakt wel uit. Want groeit er een sinaasappel hier in het bos? Nee. Hebben wij bananenbomen in Nederland? Nee. Groeien bij ons aan een struik mandarijnen? Nee. Dus dan kan je het heel makkelijk onthouden wat je ermee moet doen. Want als het er niet uitkomt, gooi het er dan ook niet in. Dus komt het niet uit het Nederlands bos, gooi het er dan ook niet in. Dan houden wij lekker onze natuur schoon. Eet smakelijk en neem je schillen mee naar huis. Nou, het zit er alweer bijna op. Maar wat een uitzending. Wat kan je dan een hoop vertellen over troep en afval in de natuur? Ja, we hebben geleerd dat moeder natuur, dus in het bos, op de heide, eigenlijk al overal buiten, alles zelf opruimt door middel van schimmels, door middel van de pissebedden, door middel van andere beestjes. Alles wordt opnieuw gebruikt. Dus bijvoorbeeld die dode mol in de vorige uitzending, of die dode parkiet, of die reigen die we gevonden hadden. Alles wordt weer opnieuw gebruikt in de natuur. Ja, en dat in tegenstelling tot die spullen die we vonden die van ons waren. Die liggen daar wel wat jaren en dat zou eigenlijk niet moeten. Dus als je de volgende keer gaat wandelen, neem zelf even zo'n prikken mee. En help ook even een klein beetje de natuur schoon te maken. Dan zijn we met z'n allen lekker goed bezig. Nou, tot slot, uiteraard, als laatste, zitten jullie er klaar voor? De woordpuzzel. En dat is deze keer natuurlijk wel een hele lastige. Heel veel succes. En ik zeg, tot ziens. Tot buiten. Raad het woord. Huh?